Welkom allemaal. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε όλοι σας. Just one sentence in English. We're going to continue in Dutch. And I'm going to say some things in Greek, but if you don't understand, just give a sign or ask the person next to you. I wanted to... It's good for communication too, right? Dus ik ga verder in het Nederlands. Ik wilde jullie van harte welkom heten op deze hele bijzondere avond. In de kleine zaal in Paradiso. Helemaal uitverkocht. Ja. En toen Thomae een paar maanden geleden met het idee was gekomen om deze avond te organiseren, hadden we nooit dit durven dromen. Dus we zijn heel erg blij dat jullie hier vanavond zijn. En ik wilde beginnen met jullie vertellen dat we vanavond een heel leuk programma hebben met hele goede muzikanten. We hopen dat jullie zullen genieten. Ze zijn gekomen uit Griekenland. Hallo, papa. Dat heb jij gedaan. Oké, technische problemen. Kunnen jullie me nog horen? Ja. Ga er niet meer aan zitten. En waarom het ook een bijzondere avond is, en dat weten jullie misschien al, is dat alle opbrengsten van deze avond gaan naar de Stichting Hulp Caravana Griekenland. En deze probeert de vluchtelingen in Griekenland te helpen. En ja, daar mag zeker voor geapplaudiseerd worden. Er is ook, moet ik jullie vertellen, buiten een donatiebox op de gang. En er zijn ook heerlijke Griekse hapjes uit een heel groot aantal Griekse restaurants uit Amsterdam die allemaal zo vriendelijk waren om deze ook te doneren vanavond. Dus... voel je vrij om af en toe even een luchtje te scheppen langs de donatiebox en de lekkere hapjes natuurlijk. Ook wil ik heel erg bedanken de organisatie Media Circle, Nederlands-Griekse non-profit organisatie, om het Griekse nieuws, om het Griekse nieuws wat positiever onder de aandacht te brengen. Dus ook een heel groot applaus voor hen. En dan wil ik nu het woord geven aan Tatjana Markaki, ook van dezelfde Media Circle. Die gaat jullie iets meer vertellen over wat deze organisatie doet en over dit hele project. Dus een hartelijk applaus voor Tatjana. Dankjewel, Katerina. Nou, ik wil jullie ook van harte welkom heten. Σας καλωσορίζω και θα πω δύο λόγια μόνο γιατί είμαστε απόψε εδώ. Dus ich uitleg in het kort waarom wij dit hebben georganiseerd vanavond. Natuurlijk, we gaan naar Rebetica muziek luisteren, maar het doel van de avond gaat verder dan dat. Wij als NGNS, dus Nederlands Genootschap voor Nieuw Griekse Studies, en als Media Circle zijn een netwerkplatform dat zich bezighoudt met het moderne Griekenland en onder andere de Griekse crisis en de vluchtelingencrisis. De vluchtelingencrisis is een humanitaire crisis die vooral zichtbaar is in Griekenland. In 2015, dus dit jaar al, zijn er bijna 800.000 bootvluchtelingen aangekomen in Griekenland. Voor een failliet land als Griekenland is dat te veel. Dus het vluchtelingenprobleem is niet een Grieks probleem, het is een Europees probleem. Omdat de politiek tekortschiet wat dat betreft, staan wij, de gewone mensen, op om te helpen. Dus vanavond, met jullie hulp, gaan wij de hulpkaravaan naar Griekenland steunen. We gaan de Griekse vrijwilligers steunen die in de frontlinie staan om vluchtelingen op te vangen. De hulpkaravaan naar Griekenland zocht contact met ons via Thomae Diamandi en Diana Kretschman. Die zijn actief in alle drie de organisaties, in het Nederlands Genootschap voor Nieuw Grieks, in de Media Circle en in de hulpkaravaan. En wij
hebben weer contact gezocht met de andere mede-organisatoren, namelijk de Stichting Paradiso, de Stichting Pera, de Europese Beweging Nederland en de Griekse Gemeenschap van Amsterdam. En wij doen het dus met z'n allen vanavond, deze steun, dit steuninitiatief voor Hulpkaravaan. Onze grote dank gaat naar, in het bijzonder naar Thomae Diamandi en haar team van vrijwilligers, Ian Bruinvis, Angelos Augustidis, Anja Koning en natuurlijk Willy Manoli. Onze dank gaat naar de Griekse restaurants die de hapjes hebben gedoneerd. Naar de mensen die, die via de Griekse gemeenschap in Amsterdam ons hebben geholpen met het buffet. En uiteraard naar de muzici van Zimania. Ik hoop dat jullie gaan genieten van dit groot samenwerkingsinitiatief en van die prachtige muziek. Dank jullie wel. Dan wil ik zo graag het woord geven aan Erika Maurits. Die gaat jullie iets meer vertellen over de Stichting Hulpkaravaan. Maar voordat ik dat doe, wil ik nog heel even een hartelijk welkom geven aan City de Boer van Loket Leros. Ja, daar is City. Dankjewel. En Erika gaat ook iets meer over haar werk vertellen. Dus Erika, ik roep je het podium op. Hartelijk applaus voor Erika. Goedenavond, mensen. Dankjewel voor het komen. Ik sta hier zomaar op een podium. Ik ben hier niet voor getraind. Ik heb alleen maar een berichtje op Facebook geplaatst. En ik wilde met een camper naar Griekenland rijden, omdat ik veel vluchtelingen daar zag aankomen. En mij verontwaardigde over de media en de berichtgeving over Griekenland. En dacht van, nou, de politiek gaat hier gewoon niks aan veranderen. Dus ik wilde niet langer wachten en zitten op mijn bank en klagen achter mijn computer en typen en denk ik ga wat doen. Dus ik plaatste een oproep op Facebook, een event om naar Griekenland te rijden en ik vroeg mensen om met mij mee te gaan. Binnen 3 dagen had ik 500 berichten. Mensen wilden geld storten, spullen brengen, meerijden, honden erbij rijden, dus in mijn camper waar er maar 1 plek voor is. Dus ik dacht, dit wordt groot. Tussen deze mensen zaten ook allemaal mensen die mee wilden helpen organiseren. Die heb ik gelijk een mail gestuurd van, dit wordt groot en willen jullie alsnog helpen? Is het serieus? En allemaal zeiden ze, ja, we gaan het doen. Dus gelijk alle namen en ideeën gemaild. En binnen een week zaten we met een team van 10 man in mijn huiskamer dit hele plan uit te werken van hoe we dit moesten gaan aanpakken. Maar het werd groter dan we dachten. Binnen 4 weken hadden we 70 ruimtes vol met hulpgoederen. We hadden grote bedrijven die ons gingen helpen met ruimtes. Maar al die vrijwilligers deden dat zelf. Het was gewoon een karavaan in de karavaan in de karavaan geworden. En dat had alleen een sturend team nodig. De organische groei van de hulpkaravaan is zo gigantisch uit de hand gelopen dat we nu in Griekenland op 5 locaties hulpgoederen brengen. En samenwerken met de Griekse vrijwilligersorganisaties heel bewust, omdat zij het elke dag weer moeten doen en wij ze niet willen vertellen wat ze moeten doen. Hen ondersteunen in wat zij nodig hebben, bijvoorbeeld elektriciteit aanleggen of toen de grens bij Feyenoord dicht ging, hebben we een broodactie opgezet en binnen 3 dagen konden wij 2 weken lang brood elke dag verstrekken voor de vrijwilligers daar die dat klaar konden maken voor de mensen in het kamp. Dit kon, bij onze organisatie kan het heel snel, omdat we niet afhankelijk zijn van regelgeving. En na 2 weken kwamen er aan de grote hulpverleningsorganisaties, die volgden het voorbeeld. En hadden inmiddels alle regeltjes doorlopen en konden ook een ja zeggen. En dan stoppen wij weer. En dan gaan we weer naar het volgende probleem wat dat zich weer aandient. En wat we dan weer van de vrijwilligers zelf horen. En zo kunnen we heel snel, één op één met de teams in Griekenland, in Athene, op de eilanden, afstemmen. Dat doet een heel groot team van vrijwilligers
bij ons onder leiding van een aantal mensen die sturend werken. En vanavond heb ik dan ook een van de mensen die wij als eerste in Griekenland spraken bereid gevonden om naar Nederland te komen. Dat is iemand van de voorhoede aan de grens van Kilkis. En haar naam is Zoe Papadopoulou, als ik het goed uitspreek. Zoe. Zij is de kanjer van vanavond. Deze vrouw lijkt misschien klein, maar die heeft een hart dat is groter dan deze ruimte. En een energie dat is groter dan dit gebouw. Die kan rennen, vliegen en het is echt, als je haar ziet werken, dan krijg je gewoon respect voor de Grieken. Die daar zijn. I have no idea what I'm talking about. Sorry Zoe. I told them that you had a bigger heart than this room and more energy than this building. And you have so much inspired us to go on with the Help Caravan to help your teams in Greece. So, the stage is on you. Thank you. Hello. First of all, I'm deeply moved tonight. I just came here. It's 2 hours I'm in Holland. And I just... I really don't know what to say to you all people. I'm so grateful about all this work that is being done and comes to us to help our hands being giving. I'm operating in the field of Idomeni for 7 months now. It's been really tiring and painful, but it's something like addiction to us, all volunteers that are there every night. We are all people, normal people with jobs, families, and when the day is over, we are just jumping in the cars, filling it with all these goods that nice people like you are collecting. And we are going up there to give just a little relief to the people that are passing from our land. Because all the people that come to the islands, finally they are passing from Idomeni, thousands of them every night for months now. You cannot believe it. And not pictures or words can represent what really happens up there. I really appreciate the Help Caravan for Greece and the people I met, because they are like brothers for me now, because we are coming united under this effort to relieve these poor people. The only thing that I have to say and is written in my mind every time that I feel exhausted of all this effort is that our hands are the extension of our heart, and this is what we have to expand as a message to everyone. You were called to be part, to be members of all this effort, and I am calling you not to stop, because people is all these refugees that are coming, and they are coming close to you, and they will need your help too, right here, right in your frontiers, right in your land. We are sending them with just like a bit in their back to have a nice trip. We don't have any other option there. We're just wanting them to feel welcomed, because for me personally, there is no other poverty than for somebody to feel unwelcomed anywhere in this world. Thank you. We hebben ervoor gekozen om het programma voornamelijk te vullen met rebetiko muziek.
Hopelijk houden jullie daarvan. En ja, toch wel. Ja, ik hoor. Ja, precies. Het is niet toevallig. Het is niet toevallig, want deze muziek zou nooit zijn ontstaan als vluchtelingen niet welkom waren geweest in Griekenland een hele tijd geleden. En daarover gaat onze rebetiko-kenner en autoriteit op dit gebied, Hugo Strootboom, meer vertellen. Graag een hartelijk applaus voor Hugo, die ons gaat vertellen over de rebetiko, zodat we ook een beetje achtergrondinformatie hebben over waar we van gaan genieten vanavond. Rebetiko. Gezellig. Ik heb het allemaal opgeschreven omdat ik dacht, dan kan ik het een beetje onder controle houden, 10 minuten. Ooit was er een tijd dat je klanken, wat het ook was, menselijke stem of vogelgeluiden of wat dan ook, dat je dat niet vast kon leggen en al helemaal niet terug kon horen. Dat is heel lang geleden, dus ergens, laten we zeggen, voor 1880. Sindsdien is er een hoop veranderd en is een grammofoon uitgevonden en een fonograaf. En enfin, ik heb me bezig gehouden met de geschiedenis van de rebetika. Ik vond ooit in Istanbul een plaat die ervoor gezorgd heeft dat ik de rest van mijn leven me bezig heb gehouden met de historie van de rebetika en kijken wat je kan achterhalen. Dus ja, voor 1880 kan ik dus niks over rebetika zeggen, want ja, er is geen opname van, niks nog naks. Dus het moet allemaal over daarna. Goed. In de tijd toen de grammofoonplaten en wasrollen, een ander systeem, maar ook iets om op te nemen, toen dat uitgevonden was, dat konden alleen maar rijke mensen zich veroorloven. Eventueel café-eigenaars of restaurants-eigenaars of rijke clubs of zo. Maar de rest van de mensen die daar niet het geld voor hadden, die waren genoodzaakt om kennis te nemen van dit apparaat. Dus het grammofoon via via cafés en tavernes, maar je had ook rondreizende jukeboxen, zou je kunnen zeggen. Eigenlijk zoiets wat vroeger in de laternas waren, dus dat waren een soort straatorgeltjes. Dat werd in feite gevangen door een man die met een grammofoon op straat rondliep en platen draaide die hij bij zich had. En iedereen natuurlijk ach en oh en te gek. Want ja, het feit dat geluidsregistratie uitgevonden is, dat was net zoiets als computers. Ja, ik bedoel, 100.000 miljoen jaar zonder en dan opeens wordt dat uitgevonden. En dat vonden de mensen natuurlijk te gek, dat ze hun eigen stem konden horen. Of dat ze muziek konden horen van elders. Dus hier... mijn lieftallige assistente zal nu even een plaatje laten zien. Oh, daar is hij al. Ik geloof dat dit Rotterdam of Amsterdam is, maar zoiets moet u zich voorstellen. Dus iemand die met een grammofoon op zijn buik door de stad zwerft en probeert geld te verdienen. Oké, wat weten we eigenlijk over rebetika en hoe weten we dat? Laten we even op een rijtje zetten wat zo ongeveer... waar we het zo ongeveer allemaal misschien mee over eens zijn. Allereerst, het is een Grieks lied. Dus het is niet een Turks lied, het is een Grieks lied. Of, het is niet traditioneel, dus geen plattelandsmuziek, geen volksmuziek in oude stijl, maar echt stadsmuziek en met nieuwe melodieën. De voornaamste begeleidingsinstrumenten zijn bouzouki, gitaar en ook op een gegeven moment baglama. Bijna, er waren nog meer instrumenten natuurlijk, want als iemand zo'n instrument niet had, dan speelde die gewoon mee viool of tsouras of sandouri of accordeon. Het vierde
punt is dat bijna alle liedjes gebaseerd waren op het Turkse toonsysteem. Makam heet dat, dromos. We laten de details even zitten. Maar in ieder geval een soort aaneenschakeling van noten. En die lagen vast en elk lied had dat als een bepaalde basis. Dus als je heel grof zou willen zeggen mineur en majeur, maar dat is eigenlijk niet van toepassing. Vijfde punt, ritmes of dansen. Heel vaak de Zebekiko, Tsifteteli, de gebruikdans, en Kashilamas, dat. Een zesde punt is dat bij Rebetica ook vaak een taksimi gespeeld wordt als intro. Een taksimi is een geïmproviseerd stuk wat in een bepaalde makam is. En altijd, of altijd, maar vrijwel altijd, is dat de makam van het lied wat volgt. Dus het is een soort toonzetten van, oké, deze kant gaat het op. Zevende punt. Het werd meestal gespeeld in taverna's. Ik heb hier het moderne woord achterstandsweken. Fijn. Met links naar het criminele circuit, kroegen, hashtenten, tekes, gevangenissen. Kortom, alle plekken waar mensen met een alternatieve levensstijl hun vrije tijd doorbrachten. En ja, waar tijd geen rol speelt in feite. Ja, gewoon zitten en spelen en zingen. Ik heb hier twee definities uit een Engels rapport wat ik vond in Engeland uit 1930. En volgens mij zijn dat is een Engelsman die commentaar leverde voor een Engelse platenfirma. In Engeland dus, over de zaken in Griekenland. En die man heeft een soort rapport gemaakt en in dat rapport schreef hij over alle muzieksoorten, gaf hij een soort samenvatting. En dat is eigenlijk wel, dat verduidelijkt een hoop. Paula, de volgende graag. Ja. Oh ja, het is in het Engels. Nou goed. Vrolijke, populaire liedjes van niet-traditionele, moderne inspiratie. Een beetje lage, nou ja, hoe zeggen we dat? Muziek van lage lagen. En de cantates waren dan het hogere, waren wat hoger. En de tweede definitie was light songs of the low-class people. Zo lichte, weer lichte liedjes. Introduced in 1923. Mag ik de nieuwkomers verwelkomen en vragen niet al te ophouden. Introduced in 1923 bij de Refugees from Asia Minor. Dat is wel tamelijk verhelderend. Dus het had wel iets te maken met de overkant. Dus wat later Turkije werd. There are old ones of unknown composers. Dus Adespota heet dat. Liedjes waarvan ze niet weten wie ze gemaakt heeft. And new ones. The best of which are written by Tundas, by Dionys en Dragatsis. De schrijver van dit rapport die verwijst naar de dramatische gebeurtenissen van 1922. Toen het Griekse leger door het Turkse leger verslagen werd en aansluitend bij Smyrna in zee werd gedreven in grote delen van de bevolking. De Megali catastrofe. Ik sla nu even wat pijnlijke fases over, maar uiteindelijk resulteerde dit in een gigantische uitwisseling van bevolkingsgroepen. Dus moslims uit Griekenland, of wat toen Griekenland was, die werden gestuurd naar Turkije. Spraken bijvoorbeeld Grieks, maar waren moslim, dus ja, moslim bij moslim. En idem dito orthodoxen uit Turkije, die overal in Turkije woonden, die gingen terug naar Griekenland. Gingen naar Griekenland. En uiteindelijk heb je dus opeens, nadat je eerst het Osmaanse Rijk had, heb je opeens twee landen, Griekenland links en Turkije rechts. Rond 1970 ontstond er in Griekenland een grote belangstelling voor
oude Rebetica muziek. En met oude Rebetica muziek bedoel ik dan muziek uit 1930, 1940. Marcos van Vaccaris, Geta Libas, Carbenis, Johan Sarus. En er ontstonden allerlei revival groepjes die muziek na gingen spelen. Dus inmiddels was Rebetica geëvolueerd in allerlei richtingen. Dus die oude stijl was een beetje verlaten. En nieuwe ontwikkelingen, net als in andere muzieksoorten. En die groepjes ontstonden. En niet alleen ontstonden die groepen die oude muziek speelden, maar dat was gebaseerd op oude grammofoonplaten die weer teruggevonden werden. Er ontstonden verzamelaars en... op een gegeven moment kwam ik ook in contact met Rebetica muziek. En ik had het geluk dat ik eerst in Griekenland. En toen dacht ik, dat die muziek schijnt uit Turkije te komen. Dan ga ik in Turkije kijken of ik ook van die oude platen kan vinden. Dus back to the roots. Kijken. Ik heb erg veel oude platen gevonden. En godzijdank heb ik één plaat gevonden die toch wel sensationeel was en eigenlijk nog steeds is. Volgende plaatje graag. Een plaat uit 1912. U ziet opgenomen in Constantinopel, dus Istanbul. Tiki Tiki Tak, een tamelijk onbeduidend, lichtvoetig liedje. Maar het heet Rebetico. Ik heb er een tijd over gedaan voordat ik achterhaalde dat deze muziek dus niet uit, of deze plaat, of opname niet uit 1930 dateerde, maar veel vroeger. En dus voor de Eerste Wereldoorlog. En uiteindelijk ben ik uitgekomen op 1912, 1913. De zanger en speler Yangos Psamatiale, of Psamatianos, speelt een soort ouderwets accordeon. Dat heet in het Grieks harmonica. Niet met toetsen, maar met knoppen nog. Dus knoppenaccordeon in feite. Favoriet was een Duitse platenmaatschappij die dus een technicus naar Istanbul stuurde en daar dingen op liet nemen. Dat was voornamelijk Turks, maar ze namen dus ook Griekse dingen op, kennelijk. En hier heb je dus Rebetico. Maar als je de plaat hoort, dan denk je, wat nou de link met Rebetica is, ik zou het niet weten. Je hoort geen bouzouki. Je hoort dat kleine accordeonnetje, dat harmonicaatje. En je hoort de gitaar, ergens heel lelijk, maar oké. Goed, ik heb een accordeonist bezocht in Griekenland, Sekouras, en daar heb ik een foto gemaakt van zo'n instrumentje. Paula, de volgende graag. Dat is dus een harmonica. En je ziet dus links zie je die knoppen, daar waar normaliter toetsen zitten, zitten nu dus knoppen. Ik heb mij ook nog laten vereeuwigen met dat ding, want hier zie je hem in elkaar, hier zie je hem uit elkaar. Dus... Ja, dit is allemaal fake. toeval bestaat niet. Maar alsof de duivel ermee speelde, kreeg ik ook een fotocopie van een catalogus in handen uit de universiteitsbibliotheek in Erzurum, Oost-Turkije. Die daar kennelijk beland was en in die catalogus stond nog een nummer wat gekwalificeerd was als Rebetico. Maar dit keer niet uitgevoerd door harmonica, maar door de Eleniki Estudiantina. Het nummer heet Aponia en kennelijk Rebetico. Ik durf mijn schoenen bijna voor op te eten dat er niet veel meer platen zijn
die dit... Ik bedoel, ik heb inmiddels, weet ik dat er heel veel uitgebracht is en nog nooit heb ik ergens een Rebetico bij zien staan, behalve bij deze twee. Dit exemplaar, de plaat is ook op een gegeven moment nog gevonden en die is bij een vriend van mij in Griekenland. Nou ja, uiterst zeldzame dingen. Ik bedoel, die platen zijn sowieso natuurlijk zeldzaam, maar hiervan bestaat tot nu toe nog geen tweede exemplaar. Ja. Wat? Oké. Het opvallende is dat er bij deze platen, hoewel ze Rebetico heten, dus geen enkele bouzouki te horen is. En dus zou je kunnen zeggen, ja, er zijn twee theorieën. Of er was ooit Rebetica muziek. En met ooit bedoel ik, laten we zeggen, rond 1910 met bouzouki, maar dat is nooit opgenomen. Of het was er niet toen. En er was toen een soort licht soort muziek, wat eigenlijk al behoorlijk gewaagd was in die tijd. Waarvan ze zeiden, nou, dat noemen we dan een Rebetica. Wie dat woord verzonnen heeft, God mag het weten. God zelf, zegt onze autoriteit daarvoor in. Nou ja. Dan nog even iets over bouzouki-opname. Bouzouki-opname 1913. Daarvoor niet. Maar in 1920 jaren is er wel in Amerika zijn de bouzouki-opnamen gemaakt. Amerika had een grote Griekse bevolking. Dus in feite zijn niet de eerste bouzouki-platen in Griekenland uitgebracht, maar in Amerika. En nog niet zo lang geleden is er een erg bizar verhaal. Tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1917 is een Grieks regiment heeft zich overgegeven aan de Duitsers. En die zijn geïnterneerd in een krijgsgevangenenkamp ergens in Duitsland, tussen Duitsland en Polen, Görlitz. En oh wonder, daar is iemand die heeft daar opname gemaakt van die krijgsgevangenen en heeft... En daar duikt dus iemand op die ook bouzouki speelt. Maar een hele slechte opname, maar het is te horen. Dit is het einde van deel 1. Ik zie u nog wel een keer terug. Hallo? Over muziek praten is natuurlijk heel erg leuk, maar muziek luisteren is ook heel erg leuk. En ik weet zeker dat jullie daar nu op zitten te wachten. En dan wil ik graag een hartelijk applaus voor onze band, de Zimania, helemaal uit Griekenland. Maar wie zijn eigenlijk onze muzici van vanavond? We hebben helemaal links Angeliki Stavridou uit Thessaloniki. Zij is een van de weinige vrouwen die heel goed bouzouki spelen in Griekenland. Dus we zijn heel erg vereerd dat ze hier vanavond is. We hebben Thanasis Kambas uit Athene. Hij speelt meerdere instrumenten en hij weet ook heel veel van Rebetico muziek, als jullie vragen hebben naar de voorstelling. Dan hebben we hier Sakis Mitkas. Graag hartelijk applaus. Hij is een grote kenner van het Rebetico lied. Hij speelt gitaar en hij zingt. Hij heeft lang in Nederland gewoond en hij was in het verleden deel van de bekende groep Trio Perix. In die tijd bekend. En de laatste jaren woont hij in Griekenland, in de buurt van Thessaloniki. Dan hebben we nog onze zangeres Ioana Doglarivu. Zij komt helemaal uit Kozani
in het noordwesten van Griekenland. En zij is een reizende ster, bekend om haar bijzondere stem. En u zult het vanavond zelf merken. Nou wil ik ook hartelijk welkom heten aan de Grieks sprekende van vanavond. Dus even een woordje in het Grieks. Καλησπέρα και στους Ελληνόφωνες απόψε. Υπάρχουν καθόλου εδώ? Γεια σας, ακούσω. I hope that you will all have a wonderful time, that you will enjoy the music, and feel free to dance as well, if you like. And I will quickly get off the stage, because I'm sure you want to hear Zimania! Iets zeggen. Ik heb hier 16 jaar gewoond, dus ik kan goed spreken. We gaan vanavond dus Rebetica spelen, maar we beginnen met een speciale liedje. En dit heet To Prosfigaki, dat betekent de vluchteling. Het gaat over iemand die uit Smyrna weg is, door weggedwongen is eigenlijk. En naar Griekenland begon een nieuwe carrière als oudspeler. En hij vertelt hoe zijn leven is. Dus ik wens aan iedereen een plezierige avond en veel plezier, ja. Καλή διασκέδαση. Εγώ είμαι πρόσφυγας.
En nou, onze grote rebet is uit Nederland, Hugo Trotbaum. Daar gaan we samen een liedje zingen. Olli Rebet is tu dunya. Dat betekent dus dat alle rebetters van de wereld houden van mij. Dus dat gebeurt ook met deze meneer. Ja, ik heb nog een
Dankjewel. Thank you very much. Μεράκι βάζει χέρι
Τις βιούλας, παίρνω στο ψαρδί της λούλας.
και της γάτο παραμύθι βρετό που γίνε τωρεμή και της γάτο παραμύθι βρετό που γίνε τωρεμή μια της Λόλας, δυο της Λόλας πίνω στο ζαρδί της Λόλας και της γάτο παραμύθι βρετό που γίνε τωρεμή και της γάτο παραμύθι βρετό που γίνε τωρεμή. Κι άλλες 400 βάλε βρε να μου μείνει στενοχωριά. Κι άλλες 400 βάλε βρε να μου μείνει στενοχωριά. Κοιτάω για τσιγάρα κι άλλες 400 χωριά. Κι άλλες 400 βάλε βρε να μου μείνει στενοχωριά. Κι άλλες 400 βάλε βρε να μου μείνει στενοχωριά. Pause, zingen Ilio Vasile Mazosto. Dan gaat over de zonsondergang. Thank you.
Bijzondere act in deze pauze van de Timanya. En we zijn vereerd. Ja? We zijn vereerd te mogen verwelkomen het. Even kijken of ik het goed zeg. ReArt Wereldmuziek Koor. En dat is een koor onder leiding van Selim Doru. Het is een project wat ReArt Collective heet. En Selim heeft niet zo lang geleden, een paar dagen geleden, heeft hij ook in de Meervaart een optreden gegeven met meer dan 100 muzikanten op het podium. De naam van het project was Zing voor Vrede en Vrijheid. Er waren meer dan 700 mensen in de zaal. En ook die opbrengsten zijn allemaal gegaan naar de hulpkaravaan Griekenland. En Selim vereert ons met zijn aanwezigheid, met zijn koor hier. Het is niet een eenmalige samenwerking, maar het zal een langdurige samenwerking worden tussen Selim en ons en ook Hulpkaravaan. En Selim gaat met zijn koor 4 nummers voor jullie te horen brengen. Het zijn zowel Griekse als Turkse nummers. Dus ook hier willen we de boodschap geven. We zijn allemaal één cultuur en de muziek is een internationale taal. En daar wil ik graag een applaus voor, als jullie daarmee zijn. Καλησπέρα. Τώρα που έχω ξεμπουκάρει μέσα από το Ιδικούλε.
Okay. Hallo allemaal, fijne avond. Wat een prachtige zaal, prachtige concert met z'n allen. We hebben eigenlijk vorige donderdag een andere concert gehad, weer een benefietconcert, een voorhulpcaravaan, gewoon een container te sturen naar Griekenland. Dus we werken gewoon samen van de beide kanten. We hadden gewoon een hele speciale gast. Tatjana was bij ons, nu komen we gewoon voor jullie op een bezoek. We beginnen met het lied Yedikule. Yedikule is van Rebetika. De oorspronkelijke versie is natuurlijk in het Grieks. Maar we hebben ook Turkse tekst. We beginnen met Turks en dan daarna wordt het Grieks. Dus als jullie het lied kennen, graag gewoon meezingen. Dank jullie wel. Μετανάστη στη δική σου γη.
İçim dışım deniz, ben bir ceviz ağacıyım. Gülhane parkında budak budak şerhan şerhan, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında. Bir tane farkında, ne sen bunun farkında.
gece mizacı divane farkında her gece mizacı divane farkında ve sen bunun farkındasın bile polis farkında ve sen bunun farkındasın bile polis farkında her gece mizacı divane farkında her gece mizacı divane farkında ve sen bunun farkındasın bile polis farkında ve sen bunun farkındasın bile polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım, gülhane parkında. Yapraklarım suda balık gibi, kıvıl kıvıl. Yapraklarım ipek mendil gibi, tiril tiril. Uzanıver, koparıver gülüm, gözünün yaşını sil. Ceviz ağacıyım bir hane farkında, ben ceviz ağacıyım bir hane farkında. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım bir hane farkında, ben bir ceviz ağacıyım bir hane farkında. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım bir hane farkında, ben bir ceviz ağacıyım bir hane farkında. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Yapraklarım ellerimdir, tam 100.000 elim var. 100.000 elle dokunurum sana İstanbul'a. Yapraklarım gözlerimdir, şaşarak bakarım. 100.000 gözle seyrederim seni İstanbul'u. Gibi çarpar, çarpar yapraklarım. Ceviz ağacıyım gülhane parkında. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım, gülhane parkında. Ben bir ceviz ağacıyım, gülhane parkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım, gülhane parkında. Ben bir ceviz ağacıyım, gülhane parkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım, gülhane parkında. Ben bir ceviz ağacıyım. Alleen maar nanai, nanai, nanai. Oké, één keer met dit. Ha, 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 ha
hier in Amsterdam, ook een rebetico-kenner en multi-instrumentalist. En hij heeft een stuk samengeschreven met onze eigen Dimanja-gitarist Sakis Mitkas. En geniet van deze mooie compositie. Twee mangas in de gevangenis. Jo mangas te gelijk. Twee mangas betekent dandies eigenlijk. In de gevangenis. Waar ze zo brutaal zijn dat ze de directie onder de knie hebben. En al dit soort stoere verhalen. Dat liedje dateert al de jaren 30. You make this man.
Dankjewel.